Voetbalclub Kwikdokkum had op het stuit nog geen vrouwelijke skiesrochters en daar binnen verskate redenen voor. Toch ben ik altijd wel wat bang voor de ouders die er omheen stonden. Ik dwaar er nooit echt, dus ik kies er wat omheen. De bedoeling is dat wij hier bij de club ook een aantal wedstrijden in fluitjes. En daarvoor had ik wel wat handvatten nodig. Daarom gaan een aantal dames van de club haar opjoen voor een skiesrochterscursus van internationaal skiesrochter Lizzie van der Helm. Van der Helm sjocht er naar uit om de fijne skiesrochterskneepjes bij te brengen. Ik denk dat je nu kan zien bij deze groep, hè, ze zijn over het algemeen tussen de 18 en de 23 jaar, dat ze gevoetbald hebben en nu door de club in een andere rol worden gezet. En dat ze daardoor dus gaan nadenken van, ik kan ook scheidsrechter zijn naast dat ik actief ben als voetballer. Na een presentatie in de kantine is het goudtiet om het veld op te gaan. Je blijft nog steeds bij je positie, helemaal daar. Eigenlijk vandaag de basisvaardigheden. Dus inderdaad, wat komt er op je af op het moment dat je zo'n wedstrijd gaat fluiten? Dus de wedstrijdvoorbereiding. Eigenlijk op het moment dat je de aanstelling krijgt en dat je aankomt op het sportcomplex. Tot het eerste fluitsignaal en ook op het voetbalveld. Waar moet je allemaal op letten tijdens je eerste wedstrijd? Nee, Fjouwerjoen kennen de fluitjes Utrecht worden en hoop je de vrouwen allegaar mij vertrouwen een wedstrijd buggelieden te kennen. Het eind van deze cursus is naar Fjouwer lessen dat wij toch wel goed fluitje kennen. Om mij een goed gevoel aan op het veld te staan en u wat zelfzekerder te voelen hoe het fluitje. Eigenlijk dat ze vooral plezier gaan onthouden. En dat ze eigenlijk zien dat je naast voetballen, dat ook scheidsrechter echt eigenlijk een van de mooiste hobby's is die je kan hebben. Omdat je te midden van het mooiste spelletje daar controle op kan hebben en er ook met name van kan genieten. Maar dan mag het iets meer desten. Ja, wat.